kijkers, welkom bij nieuwe GTA 5. We zijn er weer. Oh, hier eindelijk eens een keer weer in GTA 5. Hoe is dat nou weer? Lekker man. Ik dacht ik ga lekker FIFA spelen, maar Christian heeft het per ongeluk aan laten staan. Oh, wat voelt dit goed. Ja, lekker zeg. Oh, wat voelt dit lekker. We zijn weer met de nieuwe GTA 5. Oh, wat lekker. Dit voelt mij, dit gaat mij wat te ver. Waarom is het overlijden van Peter de Vries wereldnieuws? Stel nou als bijvoorbeeld Gerard Joling zou worden neergeschoten. En die zal ook overlijden. Ik hoop het echt, alsjeblieft. Alsjeblieft, Gerard Joling is een van mijn idols. Alsjeblieft, ik wil niet dat die man wordt doodgeschoten. Alsjeblieft niet. Dan zou ik echt willen huilen, want Gerard Joling is gewoon mijn... Schoon de allerbeste idee. Kijk, Hans Krijn mag wel worden neergeschoten, omdat ik het een engert vind. Engert eerste klasse, Hans Krijn. Maar Gerard Joling is altijd goed gemutst. Goede lach, goede kleding. Zegt nooit gekke dingen. Prima, toppie. Een topman. Het zal dus echt verschrikkelijk zijn als deze man zou worden neergeschoten. We zijn er weer, dus dan hoef ik eindelijk niet bij Chanty te gaan spelen. Oh, wat lekker zeg. Kijk, applicatie sluiten. Oh, wat voelt dit lekker. Ik ben bang dat ik me dadelijk in oplader moet steken. Dus gaan we het even goed aanpakken. Hoe gaan wij dan? Dan heb ik een idee. Dan verplaats ik de oplader hier naartoe. Kijk, ik heb even de tv aanstaan. Omdat ik hem dadelijk even moet wegdrukken. Kijk, dan zie ik jullie als we gaan beginnen. Want kijk, zo zijn we dan met Michael de Santa. Huh? Ik moet eigenlijk naar Trevor, omdat Trevor heeft de belangrijkste missie nog te gaan. Dus ik schakel even over naar Trevor. Oké, daar zijn we dan. De deur is even open. Oké, hij is in zijn huis. In zijn voorlopige huis. Hij heeft twee huizen. Oh my god, is hij aan het neuken? Ik denk van niet. Dat zal wraakzuchtig zijn. Oké, daar gaan we weer. Ditmaal moet ik met de T verder. Die ligt helemaal daar. Oké, we gaan verder. Oké, we kunnen verschillende activiteiten doen. Maar ik ga eerst even hierheen. Ja, daar ga ik heen. Wow. Blinkie. Ik ga eerst even daarheen. Dat zou echt wraakzuchtig zijn als dat gebeurt. Als Trevor zal neuken, dat zou echt wraakzuchtig zijn. Ik hoop echt niet dat Christian er snel aan kan opnemen. Kijk eens, wacht even. Nou. Zo, welkom. Dan zijn we weer. Ik ga er misschien twee opnemen. Dus niet bij Santi, maar hierna nog eentje. Dat zou echt lekker zijn. Ja, dat ga ik een keer doen. Net zoals hoe het vroeger was. Toen deed ik ook altijd twee afleveringen. Kutzooi. Oké, we gaan er vandoor. Nou, wat sloos. Ik weet niet of ik daar nog wel tijd voor heb. Maar ik heb daar denk ik misschien nog wel tijd voor om mijn tweede op te nemen. Aangezien ik hoogschuilig naar Santi moet, maar ik weet het nog niet. Huh? Oh ja, dat klopt. Eerst moet dat ding even weg zijn. Oh kut, dat was niet de bedoeling. Ik ga snel naar die HS. Oké, als het erger wordt, gelijk ingrijpen. Dan ga ik even kijken hoe het moet. Dan ga ik maar denk ik onder een trein springen. Kut, het wordt zo nodig verstoord. Oké, je weet het, als het erger wordt,
duik uit die auto, want ik wil niet het kamer meer roepen. Dan moet ik weer naar Frenkeling en dan moet ik de voorlopig deze strenen zo vreeks uitstellen. Dit moet mij toch wel lukken, eenvoudig. Voordat ze hier zijn, ben ik al lang daar. Oké, okay, heel hard. Turbo! Wow, 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 turbo! Kut. Ik twijfel zo of ik het moet doen. Oké, ik denk dat ik maar eruit ga springen. Kut, ga erin man, sukkel. Oké. Kut, wegwezen. Ga erin rijden. Ik dacht even misschien bij een... Kut, ik twijfel echt, ik durf het gewoon niet. Want anders moet ik die K-woord weer roepen. En dan moet ik weer op maatregelen zien. Ik heb al maatregelen genomen. Ik kan geen hang-out doen, want ik moet zo nodig deze pakken. Maar ik durf het gewoon niet. Oké, een beetje heel hard rijden. Kut, ze komen echt achter me aan. Dat ga ik echt niet doen. Ik ga het echt niet doen. Hier! Ik ga dat echt niet doen. Alsjeblieft, laat het in de C zijn. Laat het gewoon van C zijn, alsjeblieft. Oké. Ik heb nog gelukkig nog. Rijden. Ik durf echt niet. Nee, ik weiger dit. Kut, wegwezen. Oké. Naar die boot. Kom op, die boot in. Kom op, ik moet naar die boot. Oké, ik ben er. Snel die boot in. Oké, ik ben er. Kom op, druk dat knopje in. Ja, retrieve voor de chips. Kom op. Waarom? Waarom is de politie er nog als ik puntje wil? Oké, er zijn hier toch geen haaien. Hè? Kut, kom op. Ga erin. Kom op, duik in. Duik erin, kom op. Springen, kom op. Ga erin. Kom op, ga erin. Oké, ben er. Oké, eerst politie kwijtraken. Woeste kaps, shit man. Shit. Dit zal nog een lang duur verhaal worden als dit zo doorgaat. Dit zal toch echt net... Dit duurt een beetje veel te lang, man. Ze moeten gewoon weg. Ik ga nog denk ik nog 3 minuten opnemen. Kut, man. Kut. Ze zitten achter me aan. Wegwezen. Nee, de politie heeft me niet door. Maar kut, dat is Christian, denk ik. Dus dan moet ik weer vroegtijdig stoppen. Maar ik ben toch blij dat ik eerder heb opgenomen. Ik wilde echt niet bij Shanti. Dus... Hier hoor. Oh. Wat is dat voor beest? Ze zitten er nog steeds, ik weet het gewoon niet. Ik moet echt toch hierheen. Hé, het is eindelijk weg.
blijf hier. Yes, lekker. Net op het nippertje. Oké, okay, politie is weg. En dan hier naartoe. Dat scheelde echt niet veel. Wat? What the fuck, ouwe? What the fuck, ouwe? Ik vind die stemacteur vind ik ook een beetje een giezel. Maar dat Steven ook van treffen. Oké. Okay. Kut. Oké, ik zie het gele hoepeltje al. Als we bij die gele hoepel zijn, zeggen we dit in. Dan zijn we klaar voor deze aflevering. En ik zou het leuk stellen, ik ga nog eentje filmen. Dus, zet niet weg, ik blijf gewoon nog eventjes spelen. Welkom. Nee, maar dat is zielig. Nee, dat zou ik echt niet willen, dat Gerard zo'n meneer schat. Tot straks.